Het lijken wel Griekse toestanden. In het jaar dat je 45 wordt, stoppen met werken. Toch betekent het behalen van deze leeftijd voor Marco Rovers dat hij met pijn in het hart moet stoppen met het pakwerk maken. Marco, het is topsport, hè? Het is topsport. Zwaar. Ja. Hoe kom je erbij om helper te worden? Ja, je laat je eigenlijk toch maar in je lurven bijten, hè? Ja, het is een beetje... Ja, hoe zeg ik het? Ze zeggen altijd, als je pakwerker bent of helper, dan ben je niet helemaal goed. Want je doet eigenlijk het tegenovergestelde wat een mens eigenlijk moet doen. Want als een hond achter jou aan zit, dan ben je eigenlijk degene die wegloopt. Je wilt weg, want je wilt niet dat die hond jou bijt. Ja! Ja! En wij draaien ons eigenlijk om en wij gaan juist tegen de hond in. Ja, dus wij moeten echt een knop om kunnen zetten om die bangheid, die moeten wij eigenlijk uit kunnen zetten. Dus wij draaien ons eigenlijk om en wij gaan tegen de hond in. Van nou, als je mij wil bijten, dan bijt mij maar. Probeer het maar dan, durf het maar. Ja, en als je dat 2-3 keer gedaan hebt met oefenen met jonge honden. En ja, dan de ene denkt van, dit is helemaal niks voor mij. Want ik laat mijn eigen niet in mijn donder bijten door Jan en alle man. En de andere denkt van, god, ik kan die hond wel leren. Ik leer er wel van. En het is echt een mooie sport. Het is een, net zoals jij straks al zei, het is een topsport. Het is ook een topsport, want ze bijten je helemaal leeg bij wijze van spreken. Maar het is wel het gevoel dat je na zo'n middag oefenen, dat je echt met een fijn gevoel naar huis kunt gaan. En denk van, nou, ik heb lekker die honden af kunnen richten. En mijn eigen lekker uit heb kunnen leven. Daar gaat het eigenlijk om. Je bent alles kwijt. Heel de stress van heel de week, die pompt er hier in een halve middag uit, zeg maar. Het verschil tussen pakwerker en een helper. Helper, ja. Het woord helper zegt het eigenlijk al. Wij zijn eigenlijk aangenomen om een hond te helpen. Dat wil zeggen dat wij een hond, die leren wij een verdachte aanvallen, neerleggen. We leren hem bijten. Het moet natuurlijk wel in de hond zitten, want anders bijt hij niet. Maar wij leren een hond goed bijten. We leren een hond vasthouden. Wij moeten ons eigen verweren. Wij leren eigenlijk de hond om de verweren af te slaan. Dat hij gewoon doorgaat. Ten alle tijden niet stopt. Dus dat noemen ze in de volksmond helper. Een pakwerker wil zeggen dat wij dus, als wij wedstrijden draaien en keuringen, dus waar de honden echt getoetst worden, dan ben je pakwerker. Dan mag je niet meer een hond helpen om een keer braaf te kloppen met bijten of een keer goed te zetten op de arm. Dan is het gewoon, het pakwerk maken is gewoon jouw werk doen en meer niet. En het helperswerk is echt de hond braaf kloppen, leren bijten vanaf zijn 6 maanden tot zijn 2 jaar toe. En dan gaat het pakwerken beginnen en dan wordt het dus, komt alles op de hond. Dus het helper zijn is het leren de hond leren bijten. Het lekker steunen de hond, lekker fris maken. En pakwerk maken is echt jouw ding doen, niet meer, niet minder. Dan ben je eigenlijk nog een jonge mens, maar je gaat wel met pensioen, hè? Ik moet met pensioen, er zit niks anders op. De KNPV is 1 regel voor de pakwerker. En is in het jaar dat je 45 wordt, dan moet je stoppen. Het is hetzelfde als dat je niet een rood licht mag rijden. 45 jaar is stoppen met keuringen en wedstrijden draaien als pakwerker. En dit jaar is dat zover gekomen. Ter ere van jouw afscheid als pakwerk is er op 30 mei een wedstrijd. Kun je zo die wedstrijd vertellen? Nou, we beginnen 's middags om 1 uur. Dan begint het eigenlijk het appel van de honden, zeg maar. Het rivieren, het jas bewaken, het zoeken van kleine voorwerpen, verdachten zoeken in de bossen. Dat is het middagprogramma. En wij beginnen s'avonds om 7 uur met het spectaculaire gedeelte. Dat is het stelwerk van de honden. Er zijn 5 oefeningen onder stellen. En we hebben 10 hele mooie combinaties van honden. Dus er wordt echt een mooie wedstrijd. En het is eigenlijk een omgekeerde wereld. Want eigenlijk is het 's morgens beginnen en 's middags het stelwerk. Maar omdat het wordt toch 30 mei. Dus de temperatuur is misschien toch wel wat hoog misschien dan. En het is ook gezelliger dat we dan aansluitend op de... Op de avond begint om 7 uur het stelwerk tot 1 uur of 9. En dan hopen we nog een leuk feestje van te maken s'avonds. Nou, dat hopen we zeker. In ieder geval, als ik jouw woorden goed begrijp, loop jij toch nog jaren in, ga je toch nog jaren in je pak lopen hier. Alleen dan als helper. Ja, na de afscheidswedstrijd, ja, dan zal ik misschien nog een paar keuringen moeten draaien. Dan weet je niet, je wordt uitgenodigd of niet. En dat mag tot 30 december. En na 30 december zullen ze mij niet meer zien op wedstrijden en op keuringen. Maar hier op de club... Iedere week. Ja. Ja.